Hey, welkom bij een nieuwe video. Volgens de wetenschap stierven de laatste dinosauriërs ongeveer 65 miljoen jaar geleden uit aan het einde van het Krijttijdperk. Er zijn echte wetenschappers die proberen om ze terug te brengen met behulp van DNA uit oude dinosaurusresten. Maar er zijn ook mensen die denken dat bepaalde dinosaurussoorten nog steeds op afgelegen plekken op aarde bestaan. Vandaag laten we je de 20 dinosaurussen zien die in het echt op camera zijn vastgelegd. Ben jij nieuw op dit kanaal? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. En voordat we beginnen, doe ook even een duimpje omhoog. Nummer 20. Als je wel eens een Jurassic Park film hebt gezien, dan weet je hoe sterk de T-Rex kan zijn. Deze volgende persoon beweert echter een baby T-Rex te hebben gezien die door een achtertuin vol met rommel rende. De T-Rex, ook wel Tyrannosaurus rex genoemd, is een van de bekendste dinosaurussoorten die ooit geleefd hebben. Deze grote dinosaurus zwierf ongeveer 66 miljoen jaar geleden rond op aarde tijdens het late Krijttijdperk. Ze waren toproofdieren, gebouwd voor kracht en snelheid met enorme achterpoten en een massieve schedel vol scherpe, krachtige tanden. Ondanks hun status als angstaanjagende jagers had de T-Rex ook een kleine armen die waarschijnlijk gebruikt werden voor balans in plaats van jacht. De precieze oorzaak van de uitroeiing van de T-Rex is nog steeds onderwerp van discussie onder wetenschappers. Een interessant feit is dat T-Rex fossielen overal in Noord-Amerika zijn gevonden, waardoor het een van de weinige dinosaurussen is waarvan bekend is dat ze over een groot geografisch gebied hebben geleefd. Dus hoe kan het dat iemand een baby T-Rex op camera wist vast te leggen die door een achtertuin liep? Zou dit betekenen dat er nog steeds bepaalde dinosaurussoorten op aarde rondzwerven? Nummer 19. Stel je eens voor hoe angstaanjagend het zou zijn om in het echte leven een dinosaurus te zien terwijl je je achter een rotsschaal houdt. Volgens de video vond dit plaats op een afgelegen eiland in de Atlantische Oceaan. De man klinkt duidelijk verontrustend en filmt de gebeurtenis met zijn telefoon totdat de dinosaurus weer richting het bos loopt. Dinosaurussen waren gedurende miljoenen jaren de dominante wezens op aarde, dus het tegenkomen van één in het wild zou inderdaad een gevaarlijke ervaring zijn. De beste manier om een aanval van een dinosaurus te overleven is om hem helemaal te vermijden. Wetenschappers zeggen echter dat mensen nooit dinosaurussen zijn tegengekomen omdat we lang nadat ze uitstierven evolueerden. Als we echter vandaag de dag een dinosaurus zouden tegenkomen, kunnen we stellen dat ons overleven afhankelijk is van onze mogelijkheid om te vluchten. Het is niet helemaal duidelijk of stil blijven zitten je zou redden van een dinosaurus, maar in het geval van deze video lijkt het te lukken. Normaal gezien zou een dinosaurus een mens kunnen opmerken op basis van beweging of geur, vooral als het op zoek was naar prooi. In het algemeen is stil blijven zitten en schuilen mogelijk dus niet genoeg om een aanval van een dinosaurus te voorkomen. Nummer 18. Een recente foto genomen in een dorp in Stirlingshire in Schotland heeft zowel de lokale bevolking als iedereen op het internet doen debatteren of dit een dinosaurus is. De foto, genomen door Jimmy Wright, toont in eerste instantie een vreemd gevormd, maar toch bekend uitziend wezen. De foto werd genomen terwijl hij de hond van zijn zoon uitliet op Crow Hill, een afgelegen plek in het gebied. Hoewel velen het mysterieuze wezen hebben vergeleken met een schildpad of een hermelijn, vond Jimmy dat het veel leek op een echte dinosaurus. De regio heeft echter geen geschiedenis van ontdekkingen van dinosaurusfossielen, maar de waarneming heeft interesse gewekt van amateurpaleontologen die denken dat het misschien om een onontdekte dinosaurussoort gaat. Dit zou echter de eerste keer zijn geweest dat er een dinosaurus in het dorpje Stirlingshire is waargenomen. Maar er zijn wel verschillende dinosaurusfossielen gevonden in het Verenigd Koninkrijk, waaronder sauropoden zoals de Cetiosaurus en de Hypsilophaton. Bovendien wordt gezegd dat de geboorteplaats van ichthyosauriërs in het Verenigd Koninkrijk is, met overvloedige fossiele resten die daar in de loop der jaren zijn opgegraven. Is het daarom te ver gezocht om te denken dat dit misschien om een hybride dinosaurus gaat die het op de een of andere manier heeft overleefd? Wat denk jij? Nummer 17. Dit zijn recente videobeelden van een mysterieus wezen dat door een tuin rent in Florida. Het wezen werd vastgelegd op een beveiligingscamera en creëerde veel opwinding en speculatie onder het publiek. De theorie van de eigenaar van het huis is dat het een babydinosaurus is. Hoewel het idee van een dinosaurus die losloopt in een moderne achtertuin misschien vergezocht lijkt, zijn er in de loop der jaren wel veel dinosaurusfossielen gevonden in het gebied. Enkele van de meest opmerkelijke ontdekkingen zijn de overblijfselen van de Ankylosaurus, Dryptosaurus en Ornithonymus. De recente waarneming in Florida voedt alleen maar het idee dat er tegenwoordig misschien nog steeds dinosaurussen leven.
Dit zou namelijk niet de eerste keer zijn geweest dat er een bizar of onverklaarbaar wezen op camera wordt vastgelegd. Hoewel Florida meer bekend staat om zijn alligators en andere moderne reptielen, werd er een tijdje geleden dryptosaurus fossielen gevonden. Als we nog eens naar de videobeelden kijken van de dinosaurus in de achtertuin, dan zou dit mogelijk een dryptosaurus kunnen zijn. Deze dinosaurus stond bekend om zijn scherpe tanden, krachtige benen en zijn vogelachtige bek. Nummer 16. Deze volgende videobeelden komen uit Vancouver, Canada uit het jaar 2001, waarin we pteranodons voorbij zien vliegen. Er wordt ook gezegd dat dit niet de eerste keer is dat iemand soortgelijke wezens in het gebied heeft waargenomen. Volgens het verhaal zou een groep pterodons zijn ontsnapt uit Isla Sorna en begonnen zich te nestelen op deze locatie. Pteranodons zijn fascinerende wezens met een unieke set kenmerken die hen onderscheidt van andere dinosaurussen. Ze waren grote, vogelachtige reptielen, bekend om een indrukwekkende vleugelspanwijdte die in sommige gevallen wel 10 meter kon bedragen. De vleugels van een pteranodon waren bijzonder opmerkelijk met een lange, puntige bot dat zich uitstrekte tot aan de punt van de vleugel. Dit bot, bekend als een pteroïde, hielp om de vleugel te ondersteunen en gaf het meer manoeuvreerbaarheid tijdens de vlucht. Volgens wetenschappers zouden pteranodons zo'n 66 miljoen jaar geleden zijn uitgestorven. Wat betreft migratiepatronen leren wetenschappers nog steeds waarom deze wezens naar verschillende regio's migreerden. Er is het idee van genetisch geheugen dat kan verklaren hoe ze uiteindelijk in Vancouver terecht zijn gekomen. Geloof jij dit? Nummer 15. De meeste mensen zouden enthousiast zijn om een groep dinosaurussen in het echt te zien, maar als er niets tussen jou en hen staat behalve een klein veld, dan kun je beter maar gaan rennen. Hoewel wetenschappers beweren dat dinosaurussen al lang geleden zijn uitgestorven, blijven hun verhalen voortleven in talloze mythes en legendes. In deze video zien we een aantal dinosaurussen door een landschap rennen, ergens op een afgelegen en anonieme plek. Volgens verschillende mensen zou het hier gaan om de Procompsognathus. De Procompsognathus waren kleine tweevoetige dinosaurussen die leefden tijdens het late Trias-tijdperk, ongeveer 225 miljoen jaar geleden. Ze waren ongeveer zo groot als een kalkoen, ongeveer 1 meter lang en wogen tussen de 1 tot 2 kilogram. De Procompsognathus leefden waarschijnlijk in droge omgevingen zoals woestijnen of halfdroge gebieden en hun fossielen zijn gevonden in Duitsland en Frankrijk. Dus zouden deze dinosaurussen gefilmd kunnen zijn in Duitsland of Frankrijk en is dit het bewijs dat ze nog steeds bestaan? Wie weet. Wat wel bekend is, is dat ze lange achterpoten en een stijve staart hadden, wat hen waarschijnlijk behendig maakte en goede renners. Ze hadden ook scherpe tanden en zouden op kleine prooi hebben gejaagd zoals insecten, hagedissen en kleine zoogdieren. Sommige wetenschappers geloven ook dat ze aaseters waren, die zich voeden met de resten van grotere dieren. Helaas is er door de schaarste aan fossiel bewijs niet veel meer bekend over het gedrag van de Procompsognathus. Maar als we deze video moeten geloven, zouden ze nog steeds ergens op aarde kunnen rondzwerven. Nummer 14. Stel je voor dat je in je auto zit en plotseling een groot dier de weg over ziet steken, maar het is geen koe, eland of hert. Nee, het is een complete dinosaurus. De Triceratops is een iconische dinosaurussoort die leefde tijdens het late Krijt ongeveer 68 tot 66 miljoen jaar geleden. Ze waren herbivoor en hadden een opvallende kraag van bot achter hun hoofd, evenals drie horens op hun gezicht. De grootste Triceratops exemplaren konden wel 9 meter lang worden en meer dan 5400 kilogram wegen. Triceratops fossielen zijn gevonden in Noord-Amerika in gebieden zoals Montana, South Dakota en Wyoming. Ze leefden waarschijnlijk in bosrijke gebieden en voedden zich met planten en laagblijvende struiken. Hun kenmerkende horens en kraag werden waarschijnlijk gebruikt voor gevechten met rivalen of roofdieren. Dus als je in een auto zit en opeens dit dier ziet oversteken, dan zal je je waarschijnlijk wel kapot schrikken. Volgens verschillende wetenschappers zou de Triceratops al lang zijn uitgestorven en moet deze video nep zijn. Maar andere mensen blijven geloof hebben dat er ergens op aarde nog steeds dinosaurussen rondzwerven. Nummer 13. Gezien de grootte en omvang van onze planeet zou een vliegende pterosaurier wel eens de beste kans kunnen hebben gehad om te overleven. Verschillende mensen beweren in afgelopen jaren meerdere pterosauriërs op camera te hebben vastgelegd. Deze volgende videobeelden zijn naar verluid in 1973 door het leger gemaakt nabij Yantai in China.
Zoals je misschien al weet waren pterosauriërs een uitgestorven groep reptielen die leefden tijdens het Mesozoïcum naast de dinosaurussen. Ze waren de eerste dieren die de kracht hadden om te vliegen en hun vleugelspanwijdte varieerde van enkele centimeters tot wel 10 meter. Hun lichamen waren bedekt met haarachtige structuren genaamd pinkofibers en sommige soorten hadden langgerekte snuiten gevuld met tanden. Jammer genoeg zijn de videobeelden erg onduidelijk, maar volgens sommige mensen zou dit inderdaad een pterosaurier kunnen zijn. Fossielen zijn over de hele wereld gevonden, waaronder Europa, Zuid-Amerika, Afrika en China. Ze leefden waarschijnlijk in verschillende omgevingen van kustgebieden tot binnenlandse bossen en voedden zich met vis, insecten en andere kleine dieren. Sommige soorten waren mogelijk aangepast om te zweven terwijl andere voor langere perioden konden vliegen. Zou het mogelijk zijn dat deze wezens de massa-extinctie hebben overleefd en dat we hier een eenzame pterosaurier rond zien vliegen? Nummer 12. Als we de volgende video moeten geloven, zou iemand de dinosaurus op zwart-wit camera hebben vastgelegd een lange tijd geleden. Volgens verschillende mensen was dit een sauropode, een dinosaurus die behoorde tot een groep van herbivore dinosaurussen. Volgens wetenschappers was deze soort ongeveer 201 tot 66 miljoen jaar geleden uitgestorven. Maar zoals we in de video kunnen zien, staan er een aantal mensen het dier van ver weg te bewonderen. Zou dit betekenen dat deze dinosaurus op een afgelegen plek in leven is gebleven zonder dat wetenschappers dit wisten? Wie weet. Deze dinosaurussen staan bekend om hun lange nekken die bij sommige soorten wel tot 15 meter lang konden zijn. Ze hadden ook kleine hoofden, lange staarten en stevig gebouwde gespierde lichamen. Sauropoden leefden op verschillende plaatsen in de wereld, waaronder Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Afrika, Azië en Australië. Ze leefden waarschijnlijk in kuddes, dus het feit dat we in deze video een eenzame dinosaurus voorbij zien lopen is dubieus. Hun lange nekken werden gebruikt om vegetatie te grazen die anders buiten hun bereik was, en hun krachtige lichamen waren aangepast om hun enorme gewicht te ondersteunen. Een interessant feitje is dat sauropoden waarschijnlijk het vermogen hadden om rotsen of stenen door te slikken om te helpen bij de vertering van taai plantmateriaal. Ondanks hun enorme omvang konden sauropoden mogelijk ook sneller bewegen dan eerder werd gedacht. Recente studies suggereren dat sommige soorten in staat waren om te rennen met snelheden tot 32 km per uur. Nummer 11. Een van de beroemdste fossielen van een Compsognathus werd ontdekt in Duitsland in de late 19e eeuw en was destijds een van de kleine, bekende niet-vogeldinosaurussen. Als we deze volgende video echter moeten geloven, had iemand dit dier gevangen en in een kooi gestopt. In de Jurassic Park films werden ze afgebeeld als in staat om een mens neer te halen. In werkelijkheid waren hun prooien waarschijnlijk veel kleiner. De Compsognathus is een familie van kleine carnivore dinosaurussen die leefden tijdens het Jura- en Krijtperiode, waarvan fossielen voornamelijk in Europa zijn gevonden. Ze waren tweebenig, wat betekent dat ze op twee benen liepen en hadden over het algemeen slanke lichamen en lange staarten. Wat ik daarnet heb beschreven lijkt dus erg veel op de dinosaurus die we in de video zien. Zou het kunnen zijn dat deze kleine dinosaurussen niet 66 miljoen jaar geleden zijn uitgestorven, maar de massa-extinctie hebben overleefd? Ondanks hun relatief kleine formaat waren deze dieren snel en behendig, wat hen in staat stelde om prooien te vangen en grotere roofdieren te ontwijken. Helaas was deze dinosaurus niet snel genoeg om een mens te ontwijken, want anders was hij natuurlijk niet gevangen genomen. Nummer 10. Het Loch Ness Monster, beter bekend als Nessie, is al tientallen jaren een bron van fascinatie en speculatie. Terwijl veel mensen geloven dat Nessie simpelweg een mythe of een legende is, hebben andere theorieën naar voren gebracht die suggereren dat het wezen mogelijk een overlevend lid is van een prehistorische dinosaurussoort. In 1997 dook er bewijsmateriaal op van meermonsters in Loch Lomond, Schotland en in Lyn Alet in Wales. De videobeelden werden gemaakt door een man genaamd Nick Taylor. Het vreemde aan dit verhaal is dat het bewijsmateriaal verdween van het internet, waardoor vragen ontstonden over de geldigheid ervan. In de videobeelden zouden we het overtuigende bewijs zien van een plesiosaurusachtige wezen in de Britse wateren. Alhoewel sommigen beweren dat het een krokodil was, is het vreemd hoezo de videobeelden van het internet werden verwijderd. Vind je ook niet? Nummer 9. De stad Jacksonville staat bekend om verschillende dingen, waaronder het feit dat het de grootste stad van Amerika is qua landoppervlakte.
Daarnaast is het de thuisbasis van verschillende culturele attracties zoals het Cummer Museum of Art and Gardens en het Museum of Contemporary Art Jacksonville. Dit alles zou echter flink verstoord kunnen worden als een dinosaurier van epische proporties de stad zou ontregelen. Maar hoe waarschijnlijk is dat? Als we de volgende videobeelden moeten geloven, wist iemand een dinosaurus op camera vast te leggen toen hij over een gesloten hek heen keek. Als een dinosaurus vandaag de dag in een stad zou rondlopen, zou de hoeveelheid vernietiging die het zou veroorzaken waarschijnlijk catastrofaal zijn. Ook zouden de meeste mensen dit meteen filmen en op social media posten. Dus de kans dat deze video echt is, blijft behoorlijk klein. Maar deze video komt wel uit 2011, dus wie weet hield de overheid toentertijd dinosaurussen verborgen voor de mensheid. Nummer 8. Als je wetenschappers vraagt of er nog steeds babydinosaurussen op aarde rondzwerven, dan zullen ze zeggen dat dat zeer onwaarschijnlijk is. Maar er zijn meerdere video's die rondgaan op het internet, waaronder één waar we babydinosaurussen over het strand zien rennen. In deze andere video zien we ook meerdere babydinosaurussen rondrennen. En in deze laatste video lijken er een aantal babydinosaurussen zelfs een weg over te steken. Sommige mensen beweren echter dat we in deze video's geen echte babydinosaurussen zien, maar een kudde neusberen. Neusberen zijn kleine zoogdieren die verwant zijn aan wasberen en voornamelijk leven in Centraal- en Zuid-Amerika. Ze staan bekend om hun lange snuit, pluimstaart en opvallende, maskerachtige markeringen rond hun ogen. Ze zijn meestal tussen de 80 en 130 centimeter lang en ze kunnen tot 12 kilogram wegen. Hoewel neusberen er niet uitzien als dinosaurussen, zijn er enkele overeenkomsten in hun gedrag. De voorouders van neusberen evolueerden waarschijnlijk meer dan 20 miljoen jaar geleden. Dus het lijkt erop dat ze samen met dinosaurussen hebben geleefd. Geloof jij dat we hier babydinosaurussen zien? Of zijn het neusberen? Laat het me weten in de reacties. Nummer 7. Op het eerste gezicht toont deze beveiligingscamera een grommende dinosaurus die over het lichaam van een gevallen dinosaurus staat. Waar dit echter is gefilmd is niet helemaal duidelijk. Het lijkt erop dat de dinosaurus slachtoffer was van het voertuig en de andere misschien zijn verlies betreurt. Op basis van de huidige wetenschappelijke kennis is het moeilijk te zeggen of dinosaurussen rouwden of rouwgedrag vertonen bij de dood van een lid van hun soort. Er is beperkt fossiel bewijs van sociale interacties van dinosaurussen en wat we kunnen afleiden is grotendeels speculatief. Andere dieren zoals olifanten kunnen wel verdriet en rouw ervaren. Ook chimpansees zijn waargenomen dat ze zich bezighouden met rouwgedrag zoals het dragen en verzorgen van het lichaam van een overleden individu. Of we in deze video daadwerkelijk een dinosaurus zien die de bewoonde wereld is ingerend, blijft een mysterie. Nummer 6. Slechte kwaliteit videobeelden kunnen altijd iets te wensen overlaten, maar in deze video lijken we inderdaad een T-Rex in de buurt van een bos te zien. Wat we weten over de T-Rex, ze staan bekend als de machtigste dinosauriërs en het was een gigantische vleesetende dinosaurus die 66 miljoen jaar geleden leefde. Zou de dinosaurus in deze video verdwaald zijn geraakt en nog steeds ergens rondzwerven op een afgelegen plek op aarde? Wie weet? Wist je overigens dat de T-Rex een van de laatste overgebleven soorten dinosauriërs waren voordat ze werden uitgeroeid? Ze gebruikten hun krachtige kaken en scherpe tanden om op prooien te jagen en ze te doden. Hij at zelfs andere dinosauriërs zoals de Triceratops, Edmontosaurus en andere herbivore dinosauriërs. Daarnaast hadden ze een zeer ontwikkeld reukvermogen waarmee hij geuren van mijlenver kon detecteren. Geloof jij dat de T-Rex nog steeds bestaat zoals wordt beweerd in deze video? Of denk je dat hij is uitgestorven? Nummer 5. In deze volgende video beweert een man dat hij in staat is om raptors te kweken. Raptors is een term die vaak wordt gebruikt naar de familie van dinosauriërs die bekend staan als Dromaeosauridae. Dromaeosauriërs waren een groep theropode dinosauriërs die leefden tijdens het Krijt ongeveer 100 tot 66 miljoen jaar geleden. Het waren kleine, behendige, tweevoetige roofdieren die bekend stonden om hun scherpe, gebogen klauwen aan hun achterpoten. Volgens de man leven deze dieren in zijn huis en leven ze samen met zijn kat. De video laat zien hoe een kat nieuwsgierig naar een van hen toe loopt, waarna beide schrikken en weglopen. Raptors waren een groep roofzuchtige dinosaurussen en bewoonden verschillende omgevingen, variërend van dichte bossen tot open vlaktes. Dus om ze in iemands woonkamer te zien is wel erg vreemd. Maar wie weet spreekt deze man de waarheid en kweekt hij daadwerkelijk kleine dinosaurussen in zijn huis. Nummer 4.
Deze dinosaurus lijkt wel rechtstreeks uit een Godzilla of Jurassic Park film te komen. Dit zou plaats hebben gevonden ergens in Japan. Een enorme dinosaurus kwam het podium opgelopen en joeg iedereen de stuip op het lijf. Deze specifieke dinosaurus was een Allosaurus en staat bekend om een kenmerkende schedel met grote scherpe tanden en richels boven de ogen. Allosaurus fossielen zijn gevonden in verschillende delen van de wereld, waaronder Noord-Amerika, Europa en Afrika. Ze waren toproofdieren en jaagden waarschijnlijk op andere grote dinosaurussen zoals stegosaurussen en sauropoden. Ze jaagden waarschijnlijk in groepen vergelijkbaar met moderne wolven om grotere prooien te kunnen doden. De dinosaurus in deze video kwam met behulp van zijn trainers de zaal in gelopen. Waarschijnlijk was dit geen echte dinosaurus, maar moet je je voorstellen als er in de toekomst een dinosaurus pretpark is waar je echte dinosaurussen zou kunnen zien. Zou jij dat pretpark durven te bezoeken? Laat het me weten in de reacties. Nummer 3. Op een schaal van 1 tot 10, hoe bang zou je zijn als je een slapende dinosaurus bij je zwembad zou vinden? Dit zou plaats hebben gevonden ergens in het Verenigd Koninkrijk. Hoewel de dinosaurus vredig lijkt te slapen, staan er een hoop mensen te kijken die hun ogen niet kunnen geloven. Deze specifieke dinosaurus is een Baryonyx en staat bekend als een van de meest vaardige roofdieren uit de geschiedenis. Hij leefde tijdens het vroege krijttijdperk ongeveer 130 tot 125 miljoen jaar geleden. Hoewel we erg sceptisch zijn, moet het behoorlijk beangstigend zijn om een dinosaurus bij een willekeurig zwembad te zien liggen. Het ongelooflijke is dat de mensen niet zozeer bang zijn, maar dat ze hem op camera willen vastleggen als bewijs. Een interessant feitje is dat de Baryonyx een semi-aquatische levensstijl had, dus dat zou kunnen verklaren waarom we hem naast het zwembad zien liggen. Nummer 2. In deze volgende video uit 2007 zien we een raptor voorbij rennen op hoge snelheid door een bos. Hoewel er discussie is over de rennende snelheid van raptors, waren veel soorten waarschijnlijk behoorlijk snel. De Velociraptor is bijvoorbeeld geschat om te rennen met snelheden tot ongeveer 65 km per uur. De exacte habitats van raptors varieerden afhankelijk van de soort, maar ze waren wijdverspreid, variërend van dichte bossen tot open vlaktes. Het is dus niet zo gek om te geloven dat deze video mogelijk echt is, sinds de raptor in het bos rent. Maar sommige mensen zeggen dat de video met digitale animatie is gecreëerd. Fossielen die waren gevonden suggereren dat ze ongeveer 15 tot 30 kilogram wogen en ongeveer 1,8 meter lang waren. Velociraptors kenmerkten zich door hun scherpe tanden, grijpende voeten en enorme teenklauwen en ze leefden voornamelijk in Azië, wat nu Mongolië en China is. Een ander interessant feitje is dat ze grote hersenen hadden in verhouding tot hun lichaamsgrootte, wat suggereert dat ze zeer intelligent waren. Nummer 1. In 2015 kregen veel mensen de schrik van hun leven toen ze een T-Rex met een vrachtwagen vervoerd zagen worden. Iedereen pakte hun mobiele telefoons erbij om het te filmen omdat ze het niet konden geloven. De dinosaurus was bedekt met een bloederig laken terwijl het door Londen werd gereden. National Geographic zond in 2015 een programma uit genaamd T-Rex Autopsy, waarin ze een levensgroot model van de Tyrannosaurus Rex hadden gemaakt als onderdeel van een promotiestunt. De dinosaurus dat door een team van experts was gemaakt was ontworpen om een echte T-Rex te simuleren en had details zoals kunstmatige organen, huid en spieren. Het programma zelf had als doel de kijkers een beter begrip te geven van de anatomie en het gedrag van de T-Rex. Moet je je voorstellen als je een van die mensen was geweest die daadwerkelijk geloofde dat ze een echte T-Rex aan het vervoeren waren? Dan had je je waarschijnlijk ook kapot geschrokken. Denk jij dat dinosaurussen nog steeds bestaan? Laat het me weten in de reacties. Als je het een goede video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.